Het is 1874 in Nederland. Een aantal dames lopen over straat. Dames, kijk eens wat ik heb gekocht. Weet je hoe duur die van mij was? Nou, ik ga het niet vertellen hoor, hoeveel die kostte. Nou, ik zeg het wel. Die van mij was maar 2 florijnen. Een stukje verderop staat de fabriek, waar de kinderen goedkope spulletjes moeten maken. Doorwerk allemaal! Tempo! Oh, ik ben zo moe. Ik wil echt even naar buiten. En jullie mogen 5 minuten pauze. Oh. Na 12 uur werken hebben de kinderen eindelijk even pauze. Oh, het lijkt me of die stank van die kinderen afkomt. Zo, wat doen jullie hier allemaal? Moeten jullie niet naar school? Naar school? Wat is dat? Oh, ze weten niet dat het school is! Oh, kijk wat u heeft, dat maken wij in de fabriek. Maken jullie dat? Ja, dat maken wij hier in deze fabriek. Nou, ik geloof niet dat jullie dat maken. Dat mag toch helemaal niet? Het is 1874. Kinderarbeid is toch verboden? Ja, dat dacht ik ook. In deze fabriek is dat helemaal niet verboden. Nee, we werken gewoon. Hé jongens, kom eens naar binnen. De pauze is al lang voor mij. Als de dames weten dat hun goedkope spulletjes gemaakt worden door de kinderen, willen ze er niks mee te maken hebben. Ze besluiten stiekem eens in de fabriek te kijken. Zullen we binnen gaan kijken? Ja! Oh mijn hemel! Wat is dat nou? Meekomen jij! Leg je handen maar neer! Maar mevrouwtje, u wilt toch ook goedkope spulletjes? Ja, maar niet als het door kinderen is gemaakt. Ja, maar anders moet je veel meer betalen voor al de spulletjes. Verlaat jullie niet maar de fabriek, want dan komt het allemaal maar goed. Oh, blijf maar op. Hier gaat het weg. Schandaal. Jongens, ik heb een supergoed idee. Echt? We gaan naar minister Van Houten. Mijn man. Kunnen we protesteren? In het regeringsgebouw spraken een paar ambtenaren ook net over de kinderarbeid. Hey Lucas, moeten we niet eens iets doen aan die kinderarbeid? Nou Hendrik Jans, zoals jij dat al zegt, wat een vreselijk goed idee. Dat moeten we echt gaan doen. Ik vind het fijn dat je ermee eens bent. Oh, ik hoor ooit. Rumoer. Dus ik ga even de deur openen. Ik ben zo terug. Oké. Wij protesteren! Kinderen moeten leren! Rumoer. Wij hebben plan tegen het kinderarbeid. Hé, dat is toevallig. Daar hadden we het net over. Ja, kom even binnen. Dan gaan we er gezamenlijk over praten. Ja, met plezier. De dames lieten hun plan aan de ambtenaar zien. Nou, dit is het plan en we hoeven alleen nog een handtekening te hebben. Van de minister. Oké. Ik breng het anders wel naar mijn man. Wie is dan uw man? Nou, mijn man is minister Van Houten. Oh my god. Bent u echt een mevrouw van meneer Houten? Ja, dat ben ik. Nou, als we alleen nog maar de handtekening van uw man krijgen, dan komt alles wel hopelijk goed. De dames maakten foto's van de kinderarbeid in Nederland. En toen minister Van Houten dat zag, tekende hij gelijk. Met de nieuwe kinderwet van Van Houten gingen de dames terug naar de fabriek. Stop met kinderarbeid! Ik heb een speciaal document!
Wat is dit nou weer voor een onzin? Er staat wel een handtekening op van de minister van Houten. Het is mijn man! Kinderen, ik heb een mededeling. Ik heb hier een kinderwetje van meneer Houten. Wat staat er? Nou, er staat dat nu kinderarbeid verboden is. Het duurde nog wel 20 jaar voordat in Nederland echt geen kinderarbeid meer was. Maar deze kinderen waren gered uit de fabriek.